Ja, Mark, jij ziet mensen van jou op kantoor die willen schenken aan een goed doel, maar evengoed willen ze iets nalaten voor als ze er niet meer zijn. Ja, dat is inderdaad een groot verschil, hè. Dus schenken is iets wat je doet tijdens je leven. En dan nalatenschap, dat heeft betrekking op wat er gebeurt met je bezittingen na het overlijden. Mm-hmm. Dus het is ook zo dat een schenking in principe niet herroepbaar is. Hè. Dus gegeven is gegeven. Terwijl ja, de nalatenschap, die regel je via testament en dat kan je zoveel keren wijzigen als je wilt tot aan je overlijden. Ja, als je dus in je nalatenschap wil opnemen dat je dan iets wil geven aan het goede doel, moet je dat dan via zo'n testament regelen? Dat moet je dan via een testament doen. Nu je weet, er zijn een aantal soorten testamenten waarvan wij natuurlijk het notarieel testament het beste vinden. Mm-hmm. Het heeft bepaalde redenen. Ten eerste, de inhoud wordt besproken met degene die het testament wil maken. We kijken ook naar of die persoon wel bekwaam is om een testament te maken. Het uitvoeren van het testament gaat veel eenvoudiger lopen na het overlijden dan een eigenhandig of een internationaal testament enzovoort. Ja, in het kader van schenken aan een goed doel of iets nalaten voor een goed doel, lees je wel eens iets over duolegaten, maar wat is dat precies? Wel, eenvoudig uitgelegd is het eigenlijk een clausule die wordt opgenomen in een testament en waarbij men minstens twee personen aanduidt en zegt van tegen die ene persoon, je gaat niet alleen je eigen successierechten betalen, maar ook die van de andere. Ja, dat klinkt wel raar. Ik zou zeggen, nee, dat doe ik niet. Ja, maar het gebeurt soms omdat men rekening moet houden dat in de zijlijn de erfbelasting zeer hoog oploopt. Mm-hmm. En veronderstel dat je iets wil nalaten aan een vriend of aan een nichtje, dan zal in Vlaanderen de erfbelasting daarop tot 65% oplopen. Wat hoog is, ja. Wat hoog is. En wat kunnen we daaraan doen? We gaan een testament opmaken waarin we niet alleen het nichtje aanstellen, maar ook een VZW of een stichting. En zeggen tegen die VZW van, je gaat niet alleen je eigen erfbelasting betalen, maar ook dat van het nichtje. En dat is interessanter. En dat is interessanter, want als we dan de berekening maken, dan zien we dat die VZW niet alleen iets krijgt wat ze anders niet had gekregen, maar bovendien dat het nichtje of die vriend eigenlijk netto op het einde meer overhoudt dan dat ze alles hadden gekregen. Ja, en hoe komt dat het lager uitvalt eigenlijk? Wel, omdat die VZW of die stichting in Vlaanderen maar 8,5% erfbelasting betaalt. En dus, in het geval dat het nichtje alles zou krijgen, zou 65% de hoogste schijf, zou meer dan de helft weggaan. En hier in de totale som gaat iedereen meer overhouden. Oké. Okay. Ja, je hoort het, Jos. Sommige mensen doen dat toch wel vanuit fiscale overwegingen. Geeft dat geen dubbel gevoel eigenlijk? Nee, ik vind het heel begrijpelijk dat mensen fiscale overwegingen hebben als ze daarover, dat is een vrij belangrijke beslissing in hun leven en ook voor degenen die de nalatenschap krijgen uiteindelijk, dat kan toch wel een groot verschil maken. En anderzijds kan een VZW die een deel van die erfenis krijgt, vaart er ook wel bij. Dus twee vliegen in één klap, twee zeg vliegen je? In één klap, inderdaad. Mm-hmm, ja. Nu, je zei daarnet, dat is een interessante erfbelasting voor VZW's die voor een goed doel werken, zeg maar. Maar wat bij het schenken bij leven, is dat ook interessanter als je dat doet voor een goed doel? Ja, absoluut, want in Vlaanderen zal de schenkbelasting zelfs maar 5,5% bedragen voor de schenkingen aan de VZW's of de stichtingen. Nu, ook voor de schenker kan het interessant zijn, omdat als hij een schenking doet van minstens 40 euro aan erkende instellingen, dat dat ook fiscaal aftrekbaar voor hem is. Ja, u spreekt al vanaf 40 euro. Nu, de projecten waar jij mee te maken hebt, zijn dat allemaal mensen met grote vermogens of kan je ook kleine giften doen? Wel, een filantroop in België is niet de Bill Gates, zoals veel mensen die kennen als een groot Amerikaanse filantroop. Eigenlijk zijn dat mensen die met veel kleinere bedragen eigenlijk ook een goed doel kunnen ondersteunen en op die manier ook. Dus je moet niet geweldig hoge bedragen hebben om aan een goed doel te komen. Er zijn ook kleinschalige projecten. Er zijn kleinschalige projecten. Mm-hmm. Hoe kan je nu weten dat een goed doel betrouwbaar is? Je weet dat dus nooit 100%, hè? Maar er zijn een aantal procedures die wij als Koning Boudewijn Stichting dan inlassen, waardoor wij weten van kijk, die organisatie die doet goed werk. Een van de methodes die we de laatste tijd ook toepassen, wij hebben een website, goededoelen.be, waar dus duizenden organisaties al reeds op staan en waar dus ook heel veel informatie over die organisaties op staan, onder meer de financiële situatie van die organisatie, met informatie van de Nationale Bank. Dus wij weten dan ook van kijk, die
jouw VZW heeft daar rekeningen neergelegd daar en die zijn gecontroleerd. Mm-hmm. En dus op die manier krijgen we ook wat meer gevoel van dit is een correcte organisatie. Dus ik onthoud, schenken is fiscaal interessant en als we willen checken wat er zo allemaal bestaat, dan moeten we surfen naar goededoelen.be. Dankjewel heren voor jullie komst. Zo, dat was het voor deze Notarispraat. Bedankt voor het kijken en graag tot ziens.